3-2 overwinning. Wat vond jij van de wedstrijd? Ja, het was een pittige wedstrijd. Als je ook ziet bij ons qua blessures en jongens die al kapot waren, tweede helft. En je dan nog moet wisselen. Ja, dat was wel een pittige wedstrijd, maar natuurlijk 3 punten en dat is gewoon genieten nu. Ja, je hebt zelf ook een mooie bijdrage, een doelpunt en een assist. Hoe voelt dat? Ja, voelt lekker natuurlijk. Als je scoort en je kan belangrijk zijn voor het team, dat is het allerbeste wat er is. En dat geeft je natuurlijk ook gewoon een kick. Ik moet zeggen dat we goed begonnen, terecht 1-0 voor. Voor rust kregen we het wel lastiger, vond ik. Niet dat we echt veel kansen creëerden, maar we verloren een beetje de grip. En tweede helft loop je eigenlijk vrij eenvoudig uit naar 3-0. Toen moesten op een gegeven moment vielen er een paar bij ons om, dus moesten we wisselen. Sommige jongens ook niet helemaal op vaste positie. En toen vond ik dat we het wel echt zwaar hadden, maar dat kon je ook wel zien, denk ik. Vorige keer eindigde de wedstrijd hier op de 4-0-5. Hebben jullie zich gerevancheerd? Als je dat zo wil noemen, ja, ik weet niet. Thuis zijn we gewoon sterk. En dit moeten we ook uitcreëren. Als je ziet vorige week tegen MVV hoeveel kansen we hadden. En we niks afmaken eigenlijk. Want eigenlijk, eigenlijk win je daar, kan je daar gewoon winnen. En neem je ook 3 punten mee. Maar ja, vandaag hebben we het gewoon recht gezet en op naar volgende week. Overwinning is een mooi vooruitzicht voor de komende wedstrijden. Wat is eigenlijk de doelstelling voor FC Den Bosch voor eind van het seizoen? Ja, is lastig. Tuurlijk, hè, je wil altijd proberen om mee te doen voor een periode. Ik denk dat we een goede selectie hebben. Alleen je ziet ook wel dat we ook nog een jonge ploeg hebben die soms op de belangrijke momenten misschien net verkeerde keuzes maken. Maar al met al, als we iets volwassener worden, dan kunnen we misschien nog wel meedoen voor de periode. We willen sowieso middenmoot eindigen. Nu hebben we natuurlijk tweede periode, daar willen we ook nog vol voor gaan. Kijk gewoon wedstrijd tot wedstrijd. Volgende week is Graafschap, daar focussen we vanaf maandag weer op. En die willen we ook gewoon winnen en dan kijken we gewoon zo steeds verder en verder en verder. Ja, de eerste periode eigenlijk die in de 18e plek. Hoe kijk je daar eigenlijk op terug? Wisselvallig. We winnen, verliezen, spelen gelijk. Je ziet dat we nu gewoon stappen zetten in alles eigenlijk. Verdedigend, afvallend. Het gaat gewoon steeds beter. We creëren steeds meer een team. En dat zie je vandaag ook weer. We pakken gewoon 3 punten. Heb je voor jezelf dan nog doelstellingen gezet? Nee, helemaal niet eigenlijk. Het is puur FC Den Bosch. Dit is niet meer mijn carrière, zeg maar. Mijn carrière, erop is een groot woord natuurlijk, maar loopt wel op zijn eind natuurlijk. Dus dan gaat het vooral om het team, de club en af en toe moet je jezelf een beetje wegcijferen. Ja, een mooie overwinning vieren natuurlijk, hè? Absoluut. Ik heb gehoord dat ik jouw bakertijd afneem. Is het niet tijd voor een bakertje? Ja, ik moet zeggen, ik ben niet echt fan van baken, maar we gaan wel een klein drankje doen. Hey, gefeliciteerd man, geniet ervan. Dankjewel.